Ik heb echt even een mental breakdown, want deze moet je echt uitproberen. Hij is zo lekker. Heel veel bestellen, tot 500 vol. Ja. En vandaag is het zover. Ik heb mijn eerste tentamen. Oh my god, als ik dit zie, kan ik ook kotsen. Wauw, ik weet echt niet wat er gebeurt. Was dit echt een kutweek, jongen. Zou jij moest die hebben? Deze kan je sowieso opeten. Welke? Hoi allemaal, leuk dat je kijkt bij deze nieuwe week. Voor de mensen die me niet kennen, ik ben Sarah Verwoerd. En het is vandaag maandag. Ik kom net uit de douche, zoals je kan zien. Ik zie er echt niet uit. Maar ik ga vandaag niks doen, behalve leren. Ik hoop dat ik ga leren. Ik ga proberen om te leren, want ik heb donderdag mijn eerste tentamen. En ik heb nog bijna niks gedaan. Dus dat moeten we even gaan doen. Ja, heb ik net ontbeten. Zoals je kan zien, had ik een stukje van gefilmd. En is het nu ook alweer 1 uur geweest. Dus ik kwam mijn wekker letterlijk om 8:30 gezet. En ik ging er om 11:30 uit. Ik viel elke keer weer in slaap. En weet ik het allemaal. Dus dat is heel kut. Ik heb vorige week een dag bij mijn oma geleerd. En ik ga dat morgen denk ik weer doen. Want ik kan gewoon niet thuis leren. Oma, ga je zo nog. Oké, maar ik ga dus nu even leren. En ik ga de vlog af editen en die online zetten. Oké. Het is 10 uur. Ik heb echt even een mental breakdown. Want ik kan echt wel janken gewoon. Ik baal zo erg van mezelf. Ik heb gewoon die tentamens en het lukt gewoon niet om te leren. Het lukt gewoon niet. Ik moet gewoon beginnen, maar het lukt gewoon niet. Morgen ga ik weer naar mijn oma de hele dag. Dus dan hopelijk ga ik wel leren. Ik moet van mezelf nu 1 les afmaken voordat ik ga slapen. En ik moet voor 12 uur slapen. Dus ik heb nog 2 uur om een hele les te leren. Zeg maar, dit vak is verdeeld in lessen, in 8 lessen. En ik heb er 2 behandeld. En ik heb over 2 dagen tentamen. En de dag daarna heb ik weer een tentamen. Dus ik haat mezelf op dit moment zo erg. Maar ik kan gewoon niet leren, echt. Ik heb de hele dag ook niet gevlogd. Omdat ik alleen maar ik zit niks te doen. Ik zit alleen maar filmpjes te kijken. Nou, ik heb dan nu wel de sushi mukbang geëdit. Dus dat is dan wel voor een goed doel. Ik heb hem geëdit. Ik heb een thumbnail gemaakt. Ik heb, moet hem alleen nog even uploaden, inplannen. Maar verder heb ik gewoon niks gedaan vandaag. En ja, serieus. Dat kan je echt niet doen gewoon. Ik ben het ook niet gewend. Ik heb echt al 1,5 jaar... lang geen tentamenweek gehad. Ik had elke keer dan 1 tentametje en dat was het. Echt mijn laatste keer dat ik zo hard moest leren was tijdens mijn examens. Het ging precies zo, maar toch haal ik het altijd. Het is zo kut aan mij. Maar dit keer ga ik het niet halen, want dit keer weet ik het echt niet. Ik lig hier ook gewoon nog allemaal dicht op elkaar de hele dag. Niet aangeraakt, op een stapeltje. Ik ga over 3 minuten echt beginnen, want dan is het 10 over. En als ik het niet heb gedaan, dan weet ik niet, maar dan haat ik mezelf nog meer als dat ik nu doe. Goedemorgen allemaal, het is vandaag dinsdag. Ik zie er weer niet uit, ik heb weer geen make-up op, niks. Maar dat komt ook weer een hele dag gaan leren. En ik ben de laatste tijd echt verslaafd aan deze. Sowieso heeft de merk altijd echt heel lekkere stapjes. Maar deze moet je echt uitproberen. Hij is zo lekker, het is echt aanrader. En ik ga even cornflakes eten. En dan ga ik zo meteen dus naar mijn oma, omdat ja, ik probeerde thuis weer een dag te leren en het is gewoon niet gebeurd. Dus nou, ik ben er met mijn oma. Even gezellig samen een kopje koffie gedronken. En nu ga ik goed leren, want dat moet echt gebeuren nu. Oké, het is inmiddels avond. Ik had even gekookt voor mij en mijn vader, want mijn moeder had niet mee. En ik had gewoon aardappel gebakken, spinazie gemaakt. En wel een schnitzel. En ja, ik ben nu een beetje YouTube aan het kijken. En ja, op zich ging het leren vandaag wel. Ik wil eigenlijk nu nog even wel wat doen. En dan ga ik 2 Love Islands kijken. Want ik moet die van gisteren nog kijken. En die van vanavond. En ik heb dus gehoord dat Gabriella en Luca er dus uit liggen. En ik weet niet helemaal hoe ik me erover voel. Want aan de ene kant vind ik het wel jammer. Maar aan de andere kant vond ik haar ook wel een beetje irritant of zo. Of Gabriella alleen ligt eruit. Dat weet ik even niet. Maar ja, ik ga het wel zien. Ik weet het niet. Maar dan laat ik daar nou even weten wat ik ervan vond. Ik heb net de hele sushi mukbang afgeëdit.
En ik ben hem nu even aan het exporteren. En dan ga ik hem zo uploaden. En dan ga ik hem inplannen voor morgen. Om 3 uur of om 4 uur. Ik denk om 3 uur. En dan ga ik morgen weer de hele dag aan school. En dan die dag erna heb ik mijn eerste tentamen. Oh my god. Ja. Ik ben wel blij als het achter de rug is. Want ik word er helemaal gek van. En dan volgende week maandag heb ik trouwens mijn rijexamen. De tweede keer. Maar ik ben er niet echt zenuwachtig voor. Ik denk van joh, het komt allemaal wel. Het zal allemaal wel. Ik moet er gewoon niet veel bij nadenken. Vorige keer maakte het me echt veel te druk. Maar ja, dus dat gaan jullie in de volgende week vlog zien. Oké, jullie verklaren mij echt voor gek. Maar ik verveelde me echt dood. En de vorige keer dat ik dit had gedaan, werkte dus echt voor geen meter. Dus ik heb het nu opnieuw gedaan. En ik ga even kijken. Godver. Ik ga even kijken of het nu wel gewerkt heeft. Het heeft er nu echt wel een aardig tijdje in gezeten. Uiteindelijk het eindresultaat. Het slaat echt nergens op dit. Want ik heb helemaal niks om te doen. Maar ga ik ook de hele dag leren. En ik zie er niet uit. Want ik heb geen make-up op. Dus daarom ziet het er ook niet uit. Maar ja, op zich vind ik het wel leuk. Ik ga er nu geen haarspray of zo in sprayen. Want het is morgen toch allemaal weer eruit. Maar het is gewoon, ja, veel meer volume en zo. Laat even in de reacties weten of ik de enige ben die dit doet. Want ik ga soms gewoon mijn haar krullen. Of me opmaken. Of weet ik veel. Gewoon. Me verveeld ook genoeg te doen heb, maar ja, dus ja, let me know. Ben ik de enige? Ben ik gewoon echt heel raar? Of oké, weer een dag zonder make-up en een hoofd dat eruit ziet alsof ik net ben overleden, maar het is 9:15 en ik heb de hele dag geleerd. Ik probeerde de hele dag te leren, maar ik werd de hele dag afgeleid en ik heb morgen een fucking tentamen. En wat ga ik nu doen? 3 keer raden, niet leren, maar Love Island kijken. Want ik ben gewoon fucking kut. En ik heb lekker chocomel erbij. En pepernootjes met chocola. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag donderdag. En vandaag is het zover. Ik heb mijn eerste tentamen. En ik heb hem even opgemaakt. Want hierna moet ik ook filmen voor een opdracht voor school. En ik heb er allemaal geen zin in. Maar het moet maar. En ja, ik weet niet of ik het ga hoor. Maar we gaan het zien. We gaan het zien. Maar ik ga even wat eten en even de laatste dingetjes doornemen. Oké, ik zit nu bij de bushalte. En oh, ik zit gewoon zo tegen dit tentamen op, jongen. Ik heb er echt geen zin in. En we moeten voor ons project een preview maken van een YouTube-format. Dus dat moet ik hierna gaan filmen. En morgen heb ik weer een tentamen. Daar heb ik nog niks voor gedaan. Dus het is helemaal kut. Nou, ik zit nu in de tentamenzaal. Hier ligt het tentamen. En het gaat helemaal niks worden. Nou, het ligt eraan. Het ligt aan de vragen, maar ik weet echt niet wat er gebeurt, maar we zijn op ambtstation, maar we moeten het een beetje verlaten. Nou, ik weet echt niet wat er gebeurt. Oké, het is inmiddels avond en ik ben thuis. Ik heb vanmiddag dus video gefilmd voor een opdracht voor school. Het was echt, ja, ik weet niet, het was gewoon een beetje kut. Want het was gewoon koud en we waren gewoon echt fucking dood. Van de tentamen en we hadden gewoon niet zoveel inspiratie en zo meer. Maar ik heb morgen weer een tentamen. Daar heb ik nog niks voor gedaan. Al is wel 70% een schrijfopdracht. Dus daar kan je eigenlijk niet echt voor leren. Daar heb ik ook al voor geleerd. Heb ik al een keer gemaakt. Het was zeg maar 10% van je cijfer is je schrijfopdracht. En 90% is de tentamen. Waarvan, oké, dit is echt veel te ingewikkeld. Maar in ieder geval, ik heb die opdracht dus al een keer gemaakt. En toen had ik een 8. Dus dat moet wel goed komen. Dus ja, daar ga ik nu gewoon even wat voor leren. Daar kan ik ook niet veel doen. Het is nu 8 uur. Morgen is dat tentamen om 9 uur. Dat is echt fucking kut. Dus ik moet waarschijnlijk echt om 6:30 op. Want het is ook weer eens op een andere locatie als op mijn school toe. De tentamen van vandaag ging op zich nog best wel goed. Hij ging in ieder geval veel beter dan ik had verwacht. Ik heb, denk, een beetje 50-50 van vraag dat ik meteen wist in te vullen dan, en een vraag dat ik echt niet wist. Dus het kan op misschien goede hoop en misschien soepele normering nog goed gaan. Ik heb hier
een samenvatting van Stuvia. Stuvia for life gewoon. En dit ga ik even met je doorlezen, denk ik. Want... oh my god, als ik dit zie, kan ik ook kotsen gewoon. Wat zei ik? Ik haat zo... ik vind school echt oprecht, mijn opleiding echt oprecht leuk. Maar dit echt... ik haat tentamens. Ik vind schoolopdrachten leuk, portfolio's. Weet ik het allemaal. Ik heb een artikel geschreven, heb ik ook weer een 7,5 voor. Dat soort dingen vind ik dan nog wel leuk. Al vind ik artikel schrijven trouwens ook helemaal niet leuk. Maar gewoon een beetje iets maken en zo, iets doen. Maar die klote tentamens echt... schiet mij maar neer, want... 16 bladzijden. Nou, dat ga ik dus eventjes doorlezen. En dan vind ik het wel weer genoeg geweest. Goedemorgen allemaal. Ik zie er echt niet uit. Ik heb ook geen make-up op. Maar het is echt fucking vroeg. En ik moet zo meteen mijn tentamen maken. Fucking vroeg, dus... ik heb echt niks voor gedaan. Dus... ja, het is wel een deels een schrijfopdracht. Dus ik hoop dat het goed komt. Maar we gaan zien. Oké, ik ben inmiddels weer thuis. Het is nu 4 uur. Ik had na mijn tentamen meteen rijles. Dus vandaar dat ik nu pas weer bij jullie ben. En ik ben echt dood en doodmoe. Zoals je ook wel kan zien in mijn hoofd. Maar ik had echt een korte nacht gehad. En de tentamen ging matig. Het was wel te doen als je gewoon goed had geleerd. Maar ik had niet heel goed geleerd. En ja, het was een beetje een raar artikel waar we een schrijfopdracht over moesten maken. Maar dat maakt allemaal niet uit. Ik zie het vanzelf wel. Ik ben lekker Chateau Meiland aan het kijken, want dat vind ik geweldig. Het is inmiddels avond en ik heb me even omgekleed. En een andere trui en broek. En ik ga nu naar de verjaardag van mijn tante. Dus ja, dat is wel gezellig. Ik ben alleen echt super moe, maar ja, we gaan wel op tijd naar huis. Dus dat scheelt. Goedemorgen allemaal, het is vandaag zaterdag. Ik moet werken, dus ja, echt helemaal dood. Oké, ik ben inmiddels weer een dag verder. Het is avond en ik heb gewerkt. Vanmiddag heb ik de hele dag aan school gezeten. Ik heb namelijk de video geëdit die ik voor mijn schoolopdag moest maken. En ja, ik ga hem denk ik niet laten zien, want misschien willen de mensen die in deze video zitten niet dat ik dit op mijn YouTube kanaal zet. Maar je kan de video wel checken via het Excite kanaal. En daar weet ze gewoon zeg maar dat ze opstaan. En ik ga ze niet ergens opstaan zetten waar ze niet weten. Dus ik zal een linkje in mijn beschrijving zetten. En dan kan je dus de video checken als je hem wil. En hij is best wel gaaf geworden, vind ik zelf. In ieder geval, ik vind het beginstukje echt leuk. Kijk, ik heb hier echt kapot lang over gedaan, maar het is me gelukt. Dat was hem. Morgen ga ik lekker sushi eten met Isabel. Echt superleuk. Weer sushi, I know. What the hell. Was dit echt een kutweek, jongen. Leren, gezeik. Oh, ik werd niet goed. Ik werd echt niet goed gewoon. En nu kan ik weer gaan leren. Weer schoolopdracht gaan maken. Want ik moet dus nog heel... individueel portfolio maken. Dat moet ik vanavond doen. Het is nu 10 uur. En morgen ga ik dus de hele sushi eten. Nou ja, ik ga een beginnetje aanmaken. En dan ga ik het morgenochtend gewoon afmaken. Maar ja, ik heb echt geen idee hoe deze weekvlog is. Volgens mij is het niet heel bijzonder. Maar oké, ik ga nu weer verder naar school. That's me. Oké, ik ben even helemaal klaar met school. Ik ga het morgen allemaal doen, want ik heb er geen zin meer in. Morgen ga ik hier toch pas 1 uur weg. Dus ik kan makkelijk gewoon morgenochtend het allemaal doen. In ieder geval, ik ga nu lekker Chateau Meiland kijken, want I love it. Echt, ik kan niet stoppen met kijken. Ik vind het zo geweldig. Ik heb ook even chips gepakt. En dit is... oh. Dit is hummus chips. En dit is dan blijkbaar gezonder of zo. Dat mijn moeder ze gekocht. Maar ik vind dit oprecht gewoon lekker. Ik zou dit ook gewoon kopen, al zou het niet eens gezonder zijn. Maar dit is dus hummus, van hummus gemaakt. Ja, of... gewoon van kikkererwten. En dan heeft het smaak tomaat basilicum. Maar het is heel lekker. Ik kan zo zo'n hele zak naar achter gooien gewoon. Goedemorgen allemaal. Het is vandaag zondag. Ik heb even een makkelijk ontbijtje. Lekker cornflakes. En ik ga zo meteen lekker sushi eten. Ik heb echt zoveel zin in. Ik ga nu even iets voor school maken. Even afmaken. In ieder geval, ik hoop dat ik het afkrijg. Ik heb me inmiddels even opgemaakt, gedoucht en omgekleed.
En ja, dan ga ik lekker weg. En ik heb zoveel zin in sushi, dus... Wanneer heb ik geen zin in sushi, of serieus? We zitten wel lekker met Isabel in de auto. We zijn onderweg. Heb je er zin in? Ja, echt heel erg. Ik ben benieuwd wat we allemaal mogen. Want we hebben dus via Social Deal een lunch voor 10 euro. Dan kan je onbeperkt sushi eten, maar... Maar ja, voor 1 uur, hè? Ja. Dus echt schrans voor ons leven. Ja. Maar ik denk dat we er wel langer mogen zitten. Ik denk als je in de laatste uur een bron hebt besteld. Ja. Of zo, dat... Ja. Maar volgens mij hebben ze daar met lamp met iPad, zeg maar. Oh, ja, dan kan je inderdaad niet... Ja, dus dan moet gewoon heel veel bestellen. Tot 5 rondes vol. Ja, nee, je gaat gewoon de eerste ronde. Heel veel. Gaan we gelijk al 5 dingen doen. Ja, dat sowieso. Ja. Ja, ik heb zin in. Allemaal leuke dingen besteld. Ze hebben echt super veel voor de lunch. Meestal hebben ze echt... Ja, je mag gewoon alles bestellen. Alleen sommige dingen moet je betalen, maar dat zijn echt gewoon die rare dingen. Hoppa. Kaas op de lekker. We hebben een carpaccio. Ja, we hebben het is wel een tweede. Ja. We zitten nu lekker in het restaurant. We zijn net verslaafd aan de gyoza hier. Zo lekker. Ik kan, wow, ik zie helemaal niks zonder mijn bril. Ik zie zo wazig. Ja. Hoe kan dat dan? Ben je met die tunnel van je? Nee. Cilinder. Ja, het is wel iets waziger. Nou, ik snap het niet hoor. Volgens mij is in de verte gewoon wazig. Ja? Oh. Oh. Ik zie alles wazig. Ja, dus dan heb jij dus geen cilinder. Nee. Ja. Staat er mij. Zo, ik heb echt mijn haar moeten doen. Oh, ik krijg echt pijn. Last van mijn ogen. Nee, ik niet. Ik heb nodig. Ik heb iets wel een ketting om. Van mijn bedrijf. Er zit zoveel in. Jij mag die wel, hè? Wacht, ik wel in dat kontje. Dat is ook schuim op dit ding. Lekker man. En een beetje stokjes eten. Als je niet met stokjes kan eten, moet je geen sushi. Nee. Oma kan dat niet. Die had het met zijn voor. Ja. Nee, dat kan niet. Ik zit zo vol. Ik kan niet meer. Ik zit ook nu wel een beetje vol. En ik heb dit nog. Oh, het heeft toch een zwaar leven. En jij gaat opeten. Nee. Ja. Wel. Zou jij moest die hebben? Deze ga je sowieso opeten. Welke? Die met die rare balletjes. Dat is gewoon visseitje. Dus dat zit ook op een telefoon. Ja, maar ik doe het. Oh gosh. Je lijkt alsof ik je brak ben, joh. Zondags brak dat. Nee, ik ben echt niet bang. Ik zit gewoon heel vol. Misschien staan ze er gewoon zo meteen. Dan zou ik ze toch wel gaan willen. Jij moet mij helpen. Ja, maar ik ga die ballen even niet opeten. Ja, ik eet die ballen. Eet jij die tonijn? Ja. Oké, okay, het is inmiddels avond. Wow, ik heb echt heel erg in mijn ogen zitten wrijven. Want ik echt moe ben. Ik heb lekker Chateau Meiland gekeken. En still going strong. Ik heb alleen even een soepje gegeten als avondeten. Want ik zat zo onwijs vol. Dat was bizar. En ik had net ook lekker warme chocolademelk met slagroom. Nou, ik heb nog steeds een beetje, maar ik heb ook echt een super mooie broek aan. Hashtag not. Maar hij zit wel lekker zacht. En ja, morgen heb ik... Zo, ik zie er echt uit. Holy shit. Morgen heb ik mijn rijexamen. Ja, ik zie hoe het loopt. Jullie gaan het volgende week zien of ik geslapen ben of niet. Of je moet mijn Instagram volgen. Daar ga ik het waarschijnlijk ook wel zeggen. Alleen als ik geslaagd ben, maar als ik niks zeg, weet je dus dat ik gezakt ben. Dat is Sarah voor. Laat even in de comments weten wat jullie van Chateau Meiland vinden. Ik vind het echt het einde. Maar ja, ik ben er benieuwd naar wat jullie ervan vinden. Misschien denken jullie wel echt van, nee, dat is echt niet mijn ding. Maar ik vind het echt geweldig. Maar dan wil ik jullie echt heel erg bedanken voor het kijken. Ik zou het leuk vinden als je een blauw duimpje omhoog geeft of een reactie achterlaat. En natuurlijk op mij abonneert. Vergeet ook niet de notificatiebel aan te zetten. Hierdoor krijg je namelijk een melding binnen als ik een nieuwe video upload. En zo vind je het meer video van mij te missen. Ja, dan wil ik je gewoon heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei doei!